Programma's met kinderen. Ja, die zijn het meest authentiek en eerlijk en spontaan en verrassend. Dat is eigenlijk het allerleukste om televisie mee te maken. Dat zijn moeilijke lastige. En dan kies ik toch voor programmamaker, omdat ik ben een createur vooral en een maker. Ik vind het dan heerlijk ook om het aan het goed licht te mogen brengen. Maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Het maken, het creëren, daar word ik het meest gelukkig van. Mijn eerste reactie is Pepe, omdat dat is de nieuwste Muppet waar ik het hardst om moet lachen. Alhoewel, Beaker, nu ik ook zijn rol heb mogen spelen in de Muppets film, die heeft eigenlijk de grootste glansrol in de film. Dus als het om de laatste Muppet film gaat, dan is het toch echt Beaker. Maar als het om de Muppets in zijn algeheel gaat, dan is het toch wel die charmante gamba Pepe. Vijf, absoluut vijf. Dat komt uit de tijd dat ik zelf nog vijf letter Lingo keek. En ik kijk de laatste jaren echt niet meer naar Lingo. Hoe leuk het programma ook is, maar acht letters is niet te doen. Dus get rid of de acht letter Lingo. Lekker weer terug naar vijf, dan kan iedereen goed meespelen. Die keuze kan ik niet maken. Want ik zal je zeggen, beide collega's zijn me dierbaar, heel erg dierbaar. Katrien heeft me bij Wat zou jij doen, de kindertalkshow, geholpen vlak voordat we ermee begonnen door wat feedback te geven. Dat heeft ze heel goed gedaan, daar heb ik heel veel aan gehad. En Jurgen is al mijn UNICEF-vriend voor het leven. Dus dit is voor mij geen keus. Dit kan ik echt niet maken. Ik kies ze allebei, Jurgen en Katrien.